Dames en heren, muziek is een kunst die door middel van geluid communiceert en derhalve in de tijd afspeelt. Wis en natuurkunde beheersen deze materie. Wetenschap en kunst, respectievelijk verstand en gevoel, lopen hier uiterlijk harmonisch parallel. Ik zeg uiterlijk, want het een staat het ander in de weg. De gemiddelde muzikus is zich dat niet bewust. Hij spreekt over zuiverheid zonder te beseffen dat absolute zuiverheid niet bestaat. Onze muziekpraktijk is dan ook gebaseerd op allerlei compromissen. We hebben gemeend hieraan 2 educatieve uitzendingen te moeten wijden. En derhalve geef ik gaarne het woord aan een specialist, Dr. Jan van Biezen, die met een aantal medewerkers de wonderlijke wereld van het geluid voor u zal verklaren. Gedurende een 2 uitzendingen willen we wat aandacht schenken aan het probleem van de stemmingen, er wat van vertellen en vooral u het een en ander laten horen. Waarin bestaat dat probleem? Kunnen we niet gewoon zuiver musiceren en onze instrumenten eenvoudig zuiver stemmen? Nee, dat kan niet, omdat er in ons toonstelsel ten aanzien van de zuiverheid een principiële tegenstrijdigheid zit. Namelijk deze, dat de zuiverheid van de ene soort intervallen de zuiverheid van de andere soort uitsluit. De absolute zuiverheid van de kwinten en kwarten, de zogenaamde volkomen consonanten, is onverenigbaar met de absolute zuiverheid van de tertsen en seksten, de zogenaamde onvolkomen consonanten. Laten we een voorbeeld nemen. Als de spelers van een strijkkwartet de A hebben overgenomen en vervolgens, zoals te doen gebruikelijk, hun instrumenten in zuivere kwinten hebben doorgestemd, dan is de hoogste snaar E van de eerste en tweede violen vals tegen de laagste snaar C van de altviool en de cello. Gerard Dekker demonstreert dat nu voor ons op zijn regaal. Hij stapelt vanaf de toon C 4 zuivere kwinten op elkaar, CG, GD, DA en AE, en laat dan horen dat de zo bereikte E te hoog is ten opzichte van de uitgang C. Vervolgens laat hij een E horen die zuiver is ten opzichte van de uitgang C, zodat we het verschil tussen de 2 E's kunnen waarnemen. Dat kleine verschil tussen die 2 tonen E dat u zojuist hoorde, wordt komma genoemd. 4 opeenvolgende reine kwinten geven dus een grote terts die een komma te groot is. Als alle kwinten en kwarten volkomen zuiver zijn, dan zijn alle tertsen en seksten vals. En omgekeerd, als alle tertsen zuiver zijn, dan moeten noodzakelijk een aantal kwinten vals zijn. Hoe kunnen we dan überhaupt nog zinnig musiceren? Welnu, dat kan omdat ons gehoor bepaalde toleranties bezit ten aanzien van de zuiverheid. Enige onzuiverheid wordt voor lief genomen. Ons gehoor is daarbij gevoeliger voor kwinten en kwarten dan voor tertsen en seksten. Verder maakt het onder andere nog verschil of de intervallen harmonisch of melodisch gebruikt worden. Dat wil zeggen of de tonen tegelijkertijd of na elkaar klinken. In de loop der tijden zijn er, afhankelijk van het soort muziek dat men schreef, verschillende oplossingen van het stemmingsprobleem gevonden. Tijdens de middeleeuwen schijnt men bij voorkeur met reine kwinten gemusiceerd te hebben. Voor de monofonie, de eenstemmigheid van de kerkzang, het Gregoriaans en van het repertoire van troubadours, trouvères enzovoort, is dat ook aangewezen. Evenals voor die polyfonie, die meerstemmigheid, waarbij de samenklank is gebaseerd op grondtoon, kwint en octaaf en tertsen slechts incidenteel optreden. Het Utrecht Studentenkamerkoor onder leiding van Jan Bogaerts zingt nu in die reine kwintenstemming de communio-antifoon Vox in Rama van het Feest van Onnozele Kinderen, 28 december. In deze stemming,
die de Pythagoreïsche stemming, de stemming van Pythagoras, genoemd wordt, zijn de hele toonsafstanden wat groter dan we thans gewend zijn en de halve toonsafstanden aanzienlijk kleiner dan we thans gewend zijn. Die kleine halve toon wordt hier gebruikt om de droefheid van Rachel te schilderen, die om haar zonen weende. Ploratus et ululatus. Als tijdens de Renaissance de tertsen en sexten constituerende elementen van de samenklank worden, zoekt men naar een stemming met minder valse tertsen dan bij de Pythagoreïsche te horen zijn. Een stemming die de onvermijdelijke onzuiverheden goed verdeelt over de verschillende intervallen, is die waarbij de kwinten een zesde komma te klein en de grote tertsen daardoor een derde komma te groot zijn. De menging van de onzuiverheden, of op zijn Latijns de temperatura, de muzikale temperatuur dus, is hier in overeenstemming met de onderscheiden gehoorstoleranties ten aanzien van de onzuiverheden. Deze temperatuur, deze stemming, werd dan ook in de 18e eeuw impliciet en expliciet als de normale beschouwd. De tertsen en sexten zijn hierbij aanmerkelijk zuiverder dan in onze gebruikelijke, zogenaamde gelijkzwevende temperatuur, hetgeen van grote invloed is op de welluidendheid van de samenklanken. Meindert Jape laat ons op de luid thans een aantal stukken horen in de een zesde komma temperatuur. Over het speciale probleem dat een luid stelt bij het toepassen van een afwijkende stemming, hoop ik volgende keer nog iets te zeggen. De te spelen stukken zijn een prelude en Tant que vivré van Attignan en een Fantasia van Francesco da Milano. Thank you.
De 1/6 komma-stemming verdeelt, zoals gezegd, de noodzakelijke onzuiverheden evenwichtig over de verschillende soorten intervallen. In de Pythagoreïsche stemming koos men voor zuivere kwinten en kwarten ten koste van tertsen en seksten. Rond 1600 was de weegschaal naar de kant van de tertsen doorgeslagen. Er is dan voor toetsinstrumenten algemeen een stemming in zwang waarbij gekozen is voor zuivere grote tertsen ten koste van kwinten en kwarten. In zekere zin is deze stemming dus het tegenovergestelde van de Pythagoras-stemming. De kwinten zijn nu een kwart komma te klein en dat wil ons gehoor graag voor lief nemen. Ik acht het waarschijnlijk dat een zeer zuiver zingend koor in de buurt van deze stemming musiceert. Reine stemming is namelijk alleen bij een uiterst beperkt gebruik van het toonmateriaal mogelijk. De tegenstrijdigheid in ons toonstelsel, waarover ik in het begin sprak, is onontkoombaar. In een enigszins uitgebreid muziekstuk, zowel in melodisch als in harmonisch opzicht alle consonanten zuiver nemen, is onmogelijk. Nu weer hier, dan weer daar, is er een komma te veel of te weinig. Proberen we dan zoveel mogelijk intervallen zuiver te nemen, dan gaat de compositie over het algemeen noodzakelijkerwijs komma na komma zakken. En dat zal stellig niet de bedoeling van de componist geweest zijn. De een kwart komma stemming met zijn reine grote tertsen wordt middentoonstemming genoemd, omdat de daarin voorkomende hele toon het gemiddelde is van de grotere en kleinere hele toon die in de zogenaamde reine stemming voorkomen. Ik zeg met opzet, zogenaamde reine stemming, 100% zuiver, is immers onmogelijk. Op basis van de middentoonstemming bestaat er voor een koor wel de mogelijkheid de kwint in een drieklank, en voor de volledigheid moet ik erbij zeggen de kleine terts, te verhogen, zodat duidelijk in het gehoor liggende akkoorden geheel zuiver worden. De Capella Trajectina, onder leiding van Jan Bogaerts, laat ons nu in deze zin een tweetal motetten horen. Allereerst Tota Pulchra Es van Gombert en daarna Ad Te Levavi Oculos van White. Thank you.
stemt men een toetsinstrument in de middentoonstemming en heeft men vanaf S in kwinten opwaarts en of kwarten afwaarts gestemd tot Gies, dan kan die S niet als Dies gebruikt worden. Gies S is als kwint en BS is als terts ondraaglijk vals. Hoort u maar, eerst de valse kwint Gies S, daarna de zuivere tertsen SG en GB en de valse terts BS. Deze laatste wordt vervolgens vergeleken met de zuivere terts B-dies, zodat het verschil tussen S en dies, men noemt dat verschil diesis, duidelijk wordt. Die valse kwint, die we daarnet hoorden, werd vanwege zijn jankende effect wolfskwint genoemd. Gebruikt men de S echter niet als dies, de gies niet als as, enzovoort, dan blijft, om met Pretorius te spreken, de wolf in het bos en wordt de zuiverheid van de intervallen niet verstoord. In het stuk van Rossi, dat we nu zullen horen, zijn de mogelijkheden en de grenzen van de middentoonstemming goed te horen. In een sterk chromatisch gedeelte gebruikt de componist de valse tertsen wel, maar kennelijk vanwege het speciale effect en alleen in doorgangsnoten. Zelfs de wolf Gies S wordt op een licht madeel als doorgang gebruikt. Gerard Dekker speelt de zevende toccata van Michelangelo Rossi.
In de loop van de 17e eeuw ontstaat de behoefte ook in meer verwijderde toonaarden te kunnen spelen. Tot rond 1650 hadden de componisten zich in het algemeen beperkt tot de 7 stamtonen plus es, bes, vies, sis en gies. Dan komt men met de middentoonstemming uit. Als echter in de tweede helft van de 17e eeuw de gewoonte ontstaat om ook tonen als as, dies, ais enzovoort te gebruiken, dan moet de temperatuur voor toetsinstrumenten aangepast worden. Dat kan op verschillende manieren. Lambert Chaumont deed het door op twee na de kwinten minder klein te nemen dan middentoonkwinten. Bijvoorbeeld een achtste komma in plaats van een kwart komma, te klein. De overblijvende kwinten zijn dan weliswaar iets te groot, maar geenszins wolfskwinten meer. De zuivere tertsen van de middentoonstemming zijn nu uiteraard verdwenen. Maar daar staat tegenover dat de in de middentoonstemming onmogelijke tertsen nu wel te gebruiken zijn. De temperatuur is zo gelegd dat in de eenvoudigste toonaarden alles het zuiverst klinkt. We horen nu, gespeeld door Gerard Dekker, van Lambert Chaumont de volgende stukken. Een fugue à trois in de eerste toon en een trio in de derde toon. Rameau, op latere leeftijd een ijverig voorvechter van de gelijkzwevende temperatuur, had aanvankelijk een andere manier om ten opzichte van de middentoonstemming de tonenvoorraad uit te breiden. Vanaf bes, f enzovoort tot en met b stemde hij in middentoonkwinten, zodat de grote tertsen op bes, f, c en g zuiver zijn. De overblijvende kwinten, b-vies, vies-sies enzovoort tot en met s bes, liet hij in grote oplopen, waardoor de resterende tertsen in grote oplopen tot aan een toch wel onbruikbare terts vis ais, en daarna weer afnemen tot aan de eerste zuivere grote terts. In deze stemming laat Gerard Dekker ons horen Les tendres plaintes van Rameau. Thank you.
De vorige keer is al vermeld dat de luit bij het aanbrengen van een muzikale temperatuur zijn specifieke problemen heeft. De losse snaren laten de tonen F, C, G, D en A horen en die kunnen bijvoorbeeld volgens de 1/6 komma-stemming gestemd worden. Dan is het vervolgens zaak de fretten zo te plaatsen dat de door verkorting van de snaren verkregen tonen passen in deze stemming. Met name de eerste fret geeft dan echter moeilijkheden. Op deze eerste fret zouden we de F willen verkorten tot vies en de A tot bes, want dat zijn tonen die voor de muziek tot circa 1650 nodig zijn. Dat kan echter niet tegelijkertijd, want als we de eerste fret zo plaatsen dat de A tot bes verkort wordt en dus bijvoorbeeld een goede terts bes D geeft, dan wordt de F verkort tot ges. En die toon is in de 1/6 komma-stemming niet gelijk aan fies, maar hoger. De terts D fies bijvoorbeeld is dan behoorlijk vals. Luister maar. Eerst de goede terts bes D, daarna de slechte terts D fies. Zouden we de luit willen stemmen in de middentoonstemming, dan wordt die valsheid geheel onverdraaglijk. We hebben vorige keer de valse tertsen van de middentoonstemming gehoord. Alleen in de gelijkzwevende temperatuur zijn alle tertsen gelijk, maar helaas wel wat aan de hoge kant. Willen we dus voor de vroege muziek de algehele indruk van zuiverheid op een luit optimaal hebben, dan is misschien toch de 1/6 komma-stemming niet het slechtste compromis. In deze temperatuur speelt Meindert Japen nu een preambel van Neusiedler en een Elmen van Robert Johnson. Thank you.
De vorige keer vermeldde ik al dat de zogenaamde reine stemming alleen bij een zeer beperkt gebruik van het toonmateriaal mogelijk is. Toch moeten we haar als norm voor de zuiverheid wel even horen, dacht ik. Gerard Dekker speelt op zijn regaal in de reine stemming voor ons een stukje van Claude Balbâtre, Musette, Grand Dei, Ribon Ribène. Het heeft quasi doedelzakachtig een liggenblijvende A in de bas. Jan Bogaerts laat nu het Utrecht Studentenkamerkoor een cadens zingen, eerst in de gelijkzwevende temperatuur, daarna in de reine stemming, zodat het verschil duidelijk naar voren springt. Voor een muziekstuk van enige omvang zal een zeer zuiver zingend koor zich waarschijnlijk dicht in de buurt van de middentoonstemming bevinden, zoals ik vorige keer al zei, met hier en daar correcties ten aanzien van de geringe ontstemming van quinten en kleine tertsen. In de middentoonstemming zijn die correcties ook kleiner dan in alle andere stemmingen. We horen nu, gezongen door het Utrecht Studentenkamerkoor onder leiding van Jan Bogaerts, Boetepsalm 7 van Lassus.
Als een bijzonder fraai stuk in de vorige keer behandelde middentoonstemming horen we nu de anonieme bewerking van Daphne, gespeeld door Gerard Dekker op klavecimbel. In de 18e eeuw
wilde men graag in alle toonaarden kunnen spelen, maar dan liefst zo dat de onzuiverheden in de meest voorkomende toonaarden het kleinst zijn. Een stemming die dit mogelijk maakte, noemde men een voltemperierung. Een voltemperiertes klavier is dus een toetsinstrument waarop alles speelbaar is, maar dat in elementaire toonaarden zuiverder klinkt dan in toonaarden met veel voortekens. Neidhart heeft in de 18e eeuw hiervoor vele stemmingen bedacht. Barber, die een boek geschreven heeft over stemmingen, spreekt in dit verband van een gesofisticeerd soort komma-gegoochel. Sommige stemmingen gaf Neidhart bijnamen. In de dorpsstemming zijn de verschillen tussen centrale en meer verwijderde toonaarden het grootst. In kleine stad en grote stad al wat minder. En de hofstemming is gewoon de gelijkzwevende temperatuur. Een stemming die ik ruim 20 jaar geleden zelf ontwikkelde en die dan ook hier en daar onder de naam van Biese-stemming bekend geworden is, maar die achteraf reeds in de 18e eeuw bleek bestaan te hebben, is de volgende. De kwinten op witte toetsen zijn een zesde komma te klein. De overige kwinten zijn rein. Op de witte toetsen heerst dus de klassieke een zesde komma stemming, waarop bij samenwerking met strijkers en blazers deze instrumenten kunnen afstemmen. Op de zwarte toetsen, plus F en B, heerst de eerbiedwaardige Pythagoreïsche stemming. Deze voltemperierung is zeer symmetrisch. Barca noemde deze stemming in 1786 het temperamento per comune opinione perfettissimo. Gerard Dekker laat op zijn orgel in deze stemming de toccata in F van Dietrich Buxtehude horen.
De meest geniale temperatuur, waarbij in elke toonaard te spelen is, maar in eenvoudige toonaarden zuiverder dan in toonaarden met veel voortekens, is de zogenaamde werkmeisterische temperatuur, de eerste stemming van Andreas Werkmeister, gepubliceerd in 1681. Zij is het meest in overeenstemming met het gebruik van de akkoorden rond het jaar 1700. Vier kwinten zijn een kwart komma te klein, namelijk de drie aaneengesloten kwinten CG, GD en DA, plus de afzonderlijke kwint B-fies. De toonaarden F-dur en A-mol zijn de fraaiste, des-dur of sis-dur de meest onzuivere. In deze stemming speelt Gerard Dekker, tot slot van onze uitzendingen, de sarabande en double in A-klein uit de tweede Engelse suite van Johann Sebastian Bach.